vooral door Stensen het baanrecord van Piet Klein in gevaar kan worden gebracht. 10 kilometer en dat schema voorlopig even hanteren. De eerste doorkomst zit eraan te komen. 400 meter op naam van Stensen. 38-19. 38-1 is 19 seconden onder de opening. Die Kleine in de tijd voor zijn record gebruikte. Maar u kunt zich misschien nog wel herinneren. Voor zijn baanrecord gebruikte. Maar u kunt zich misschien nog wel herinneren dat Kleine toen een zeer wel overwogen race gereden heeft. Zich niets heeft aangetrokken van de plaatstootjes van Hans van Helden. Tegen wie hij toen moest uitkomen. Even gewacht heeft, eigenlijk ruimschoots gewacht heeft voordat hij zijn grote aanval ging plaatsen. Nog eens Stensen een metertje voor, als we met 1.13.04, 1.13 blank zou je kunnen zeggen. De 800 meter afgelegd hebben en dan 2 seconden onder dat schema van 15.12 zitten. En 10 seconden minstens toch moet liggen om een greep naar de wereldtitel te kunnen doen. Hans van Helden nu eventjes voor. 2.23.24. 2.23.2. 3.18 seconde voorsprong op het schema van 15.12. Dus inderdaad nog in de buurt van de 15 minuten en 10 seconden rijden. Hans van Helden. Stensen. Ronden van of net onder of net boven de 35 seconden die dit tweetal hier aflegt. We zijn bij 2800 meter nu. Met Stensen nog wel iets voor, maar Van Helden blijft goed contact houden. 4.47.97. Nee, 4.7.97. 6 seconden alweer voor op dat schema van 15.12. We gaan, nou, als we zo doorgaan, dan komen we toch aardig in de buurt van die 15 minuten te zitten. Stensen heeft de lichte aanval die Hans van Helden geplaatst heeft uitstekend gepareerd. Dus ze blijven vlak bij elkaar. 4.43.13. 10.12 wellicht voor Van Helden heeft gekozen. 5.53.4. Na 4 kilometer. We kunnen er op dit moment nog weinig van zeggen, omdat we op deze 10 kilometer uiteraard nog, zelfs al komt nu de 4400 meter er al zo langzamerhand in de beginfase verkeren. Maar zeker is wel dat Van Helden en Stensen bijzonder snel van start zijn gegaan. 7.4.67. Dat is zo'n 11 à 12 seconden binnen het schema van het baanrecord. En het gek beduidt mij dat een 14.50 tijd er wellicht in zit. Het zal voor Stensen mijn zinzins mogelijk zijn. Zelf misschien daar nog wel onder. Want juist op dit moment is het bijna dat hij iedere ronde een seconde winst maakt op het schema wat wij nu ter vergelijking bijhouden. En dat is dat 15.12. En hij zit daar op het ogenblik precies 12 seconden onder. 5200 meter voor Stensen in 7.40.68. En daar moet hij dan weer ietsje prijs geven. 11,5 seconden. Hans van Helden heeft duidelijk moeten afhaken. Het is nog wel zo dat hij vingers naar beneden krijgt en zodanig onder zijn schema zit. Hij blijft nog erg scherp en geconcentreerd rijden. Even twee slagen uit de bocht. Die hand erbij om in een goede ritme te komen weer.
En passeert de 6400 in 9.28.3. Steeds iets meer als 11 seconden. Met Hans van Helden een goede bocht achter een 90 à 100 meter. Illustratief voor dit toernooi. Als je nagaat dat het hier ook voor het eerst was dat er binnen de 39 seconden werd gesprint tijdens een wereldkampioenschap op een Nederlandse baan überhaupt. En dat dan niet eens door een rassprinter, maar door een allrounder. En nu dan Stens bezig om die 15 minuten grens aan te vallen. 11.51.04. En dat ziet er bijzonder gunstig uit. Want zo'n 15 à 16 seconden zit hij nu onder de tijd van Piet Kleine van het vorig jaar. Hans van Helden is een halve baan achtergeraakt. Hij heeft het bijzonder moeilijk nu. Tegen dit geweld is Van Helden toch al geen supersteer, bepaald niet meer opgewassen. 12.26.71 voor Stensen. 13.38.24 waarbij Art naast mij het hoofd schudt. Mensen, wat een formidabele tijd gaat Stensen hier neerzetten. 20 seconden minder dan het baanrecord. U hoorde de speaker wellicht zeggen, 20 seconden minder dan het baanrecord. En dan gaat dan de bel voor de laatste ronde voor Sten Stensen die, als hij daar die buitenbocht uitkomt, Van Helden bijna in de rug kijkt. En inderdaad in de rug kijkt. Nu gaat de bel voor Hans Van Helden voor zijn laatste ronde. 14, daar moet een 1 dus voor, boven die 4 die zit staan. 14 minuten, 48 seconden en 75 honderdste. Wat een schitterende tijd van Sten Stensen. Een nieuw baanrecord voor Heerenveen. Een formidabele tijd in een wereldkampioenschap gescoord. Dat zijn tijden die je een week eerder in Davos misschien had kunnen verwachten als het daar goed ijs en mooi weer was geweest. En nu komt hij die Stensen dat eventjes hier op de piste van Heerenveen neerleggen. En daar komt Hans van Helden dan met 15.17.50. Ik herhaal het eens voor het voorste cijfer dat u in beeld gebracht ziet. Die nog een 1 te staan. Een serie van 37.8, 1.53 en 7.11. Wat hij allemaal gereden heeft in Alma-Ata. Heeft hij een dan wat schril tegenoverstaande 15.12 staan als persoonlijk record. En ik dacht dat Lobanov dan ook niet in staat moet zijn. Erik Heijden, 15.02.46. Piet Kleine is in de binnenbaan gestart, dat hebt u gezien. Erik Heijden in de buitenbaan. Ja, er moet wel ontzettend veel af van het persoonlijke record van Heijden van die 15.28.58. Wil hij zich hier nog kandidaat voor de wereldtitel blijven achter. De doorkomst 38-22. U ziet de wind nog altijd 2 meter per seconde, temperatuur 6 graden. 400 meter. En wie weet is Piet Kleine dan toch ook nog voldoende geïnspireerd geraakt door het geweld dat Stan Stensen bijvoorbeeld hier heeft geëtaleerd en dat ook zijn Martsoek naar voren bracht om er nog eens een ongelooflijk goede 10 kilometer uit te halen. Na 800 meter. 800 meter, 100 meter. U zou het schema van Sten Stensen voorlopig eventjes kunnen handhaven. En dan zien we dat Piet Kleine 18 seconden langzamer is dan Stensen op dit ogenblik.
Maar laten we vooral ook Erik Heiden natuurlijk tijdens deze rit niet daardoor verliezen. ...1.50-1 na 1200 meter. Vergelijken we dat met bijvoorbeeld Stan Chambert in de vorige rit, dan zit Piet Kleine daar zo'n anderhalve seconde boven die tijd. Maar laten we niet vergeten dat Kleine gewend is om een 10 kilometer een veel evenwichtige race te rijden. Hij heeft als bijvoorbeeld ook Stan Stensen die 10 kilometer beter onder controle dan nogal wat van zijn collega's. 2.25-8. Piet moet weten waar hij kan gaan, waar het moment komt dat hij kan toeslaan, waar hij kan versnellen, waar hij zijn rondjes van 35 weer moet gaan plaatsen ten opzichte van de 36ers van anderen. En Erik Heiden, daar nu in de binnenbocht, is al ruimschoots op achterstand gezet, maar kan zich wellicht, vechter als hij is, toch nog geruime tijd aan Kleine blijven optrekken. 3-0-1-15 na 2 kilometer. En dat is na 2800 meter. Seconde langzamer is Kleine nu dan Stan Chambert. 4.15-4 voor Erik Heiden. En die is dus 4 seconden langzamer dan Stan Chambert. En dat is al betekent ver verwijderd van de 15-2 die hij zou moeten rijden om zijn eerste plaats te handhaven. Piet Kleine na 3200 meter. 5 seconden langzamer dan Stan Stensen. 4/10 seconden langzamer dan Stan Chambert. We zitten nog in de buurt van een tijd van 15 minuten en 15 seconden. Je kunt constateren dat de rondetijden nogal ruim in de 35 zitten. Maar Piet Kleine heeft straks ongetwijfeld de gelegenheid om nog wat te versnellen. Want hij rijdt zijn race al zeer rustig. 5.23.8. En daar zitten we op precies dezelfde tijd als Stan Chambert. En dan zou het kunnen zijn dat Kleine vanaf dit moment zijn winst ten opzichte van dat schema van 15.16 zo ongeveer gaat boeken. Heel dapper, fel knokkend, volgt Erik Heiden nog altijd. 6.35.6. Bijna een seconde onder de tijd van Stan Chambert. Maar wel 7 seconden boven de tijd van Stensen. Niet te min. Als Heiden de aansluiting kan blijven houden, dan kan hij natuurlijk toch altijd nog in de buurt van die 15 minuten komen. Maar ik zeg er toch heel duidelijk bij, als hij aansluiting kan blijven houden, want op de 10 kilometer komen de echte grote mannen nu pas op gang. Zoals misschien Kleine. 7, 11, 6. Nog altijd die 7 seconden verschil ten opzichte van het schema van Stensen. Nog altijd in de buurt rijden we van, voor Kleine dan althans, een 14.55. Erik Heiden had precies dezelfde doorkomst, trapant, als Jannik Stoerholt. Op die 4800 meter, 7.14.6. En dan zou dus, als hij Stoerholt zijn schema een beetje kan houden, maar dat geloof ik is iets te veel voor hem, op 15 minuten uitkomen. Piet Kleine, 7.47.7. En daarmee gaat hij winst boeken op Stan Chambert en is nog een... goede 7 seconden, 6 en 9 tiende
verwijderd van Sten Stensen. En misschien is het voor Piet mogelijk om juist in deze fase, want Stensen had van 5200 meter naar van 7200 meter. Een periode waarin hij weinig of nagenoeg geen winst boekte op het oude baanrecord wat wij toen de tijd aanhielden ter vergelijking. En misschien is het voor Piet mogelijk om wat winst te gaan boeken in deze fase. Erik Heiden daar is geweldig meegaan. Alsof hij nooit anders gedaan heeft. Rustig bij Piet Kleinen blijven. En dat merkt het publiek. De rondetijden zijn de 36-2, 36-3. En hier komt Piet Kleinen en passeert de 6400 meter in 9-36-2. En daarmee nog steeds 7 en 19 seconden achter op Sten Stensen. Erik Heiden is 9-37. En daarmee is hij op dit moment in ieder geval nog een seconde onder Jan Egel Stoerholt. En hij mag er ruim twee verliezen. Ja, hij blijft maar bij Piet Kleinen. Komt er zelf ietsje naartoe. 10-12-2 is de tijd voor Piet Kleinen. 6800 meter. En 10-13-2 is Erik Heidens passage. En daarmee is hij 1/16 seconde sneller dan Jan Egel Stoerholt. Wat een geweldige verrassing die Erik Heiden. Hij verdient ook het applaus van het publiek, vind ik. Met zo'n geweldige inzet. 38-80 raffelt hij de 500 meter af. En is nu bezig het Piet Kleinen een beetje moeilijk te maken op de 10 kilometer notabene. 10-48-1. Na 7200 meter was dat. En als we nou bijvoorbeeld dus even die tijd van Kajaan en Sten Schimmert in de vorige rit in de gaten houden, dan zien we dat met die 10.49 van Erik Heiden, dat hij daar toch alweer 4 seconden onder zit. En Sten Schimmert en Schubert die hadden het in deze fase moeilijk, waar Erik Heiden zich kan optrekken aan Piet Kleinen. Schitterend hoe Heiden terugvecht, hoe hij zijn toppositie hier verdedigt. En het publiek heeft dat zeer terecht herkend. Heiden, Heiden klinkt het tussen Heia Pietje door van de tribunes. 11:23:09. De tussentijd na 7600 meter. 1/19 seconde sneller is Erik Heiden. Sneller dan Jan Egel Stoerholt. En daarmee is hij bezig zich heel waarschijnlijk. We moeten het nog maar heel waarschijnlijk achter. Maar het wordt steeds duidelijker zich naar een wereldtitel te rijden. Nog steeds het goede contact met Erik Heiden. Het kost de moeite, maar hij blijft bij Piet Kleinen. 12 minuten, 1/100ste seconde. 12:00:06. Daarmee is hij 2/18 seconde. 2/16 seconden sneller dan Jan Egel Stoerholt. Hij wint nog steeds op Jan Egel Stoerholt in die allerlaatste rondes. Dit gaat een geweldige verrassing worden. Een enorme afsluiting van dit schaatstoernooi. Dit is wat we nodig hebben om die schaatsport weer populair te maken. Iedereen op de bank is geweldig. Erik Heiden voor op Piet Kleinen. 12:35:08. Daarmee neemt hij de leiding en heeft hij bijna 3/18 seconde voorsprong op Jan Egel Stoerholt genomen. Geweldig. Ongelooflijk. Een Amerikaan die een wereldtitel gaat binnenslepen als dat zo doorgaat. En er zijn nog maar een paar ronden te rijden. Fantastisch dat dit toch weer kan gebeuren in dat vreemde toernooi van Heerenveen. Dat dan geen Nederlandse successen heeft gebracht. Maar dat de Nooren opeens gepasseerd ziet. Die oppermachtig lijkende Nooren door een Amerikaan. Die vecht en knokt tegen Piet Kleinen. Die een doorkomst noteert van 13:11:06. En we hebben nu achter de rug 8800 meter. Piet Kleinen daar op kop, Erik Heiden daar vlak achter. Aan de overkant op de kruising. Erik Heiden in staat nu om in de binnenbocht Piet Kleinen voorbij te lopen. En gaat 9200 meter ruimschoots aan de leiding te gaan op deze 10 kilometer. Schitterende prestatie van Heiden. 19 jaar pas uit Madison. Een student die zich
opeens tussen de wereldtop rangschikte. Vorig jaar bij het wereldkampioenschap. En nu wellicht naar de hoogste eer gaat grijpen. 13:47-2 voor Heiden. Piet Kleine, de goudwinnaar van Innsbruck. De man die op de 10 kilometer niet te kloppen leek. Die hier door Heiden een lesje krijgt. Ongelooflijk zoals die Amerikaan doorgaat. Het is niet wondermooi wat hij technisch doet, maar het is zo ongelooflijk wilskrachtig. De bel voor de laatste ronde, 14:23. En daarmee is hij precies een 3 seconden sneller dan Jan Egels Toerhult. Hij gaat uitkomen op een Leen Fromme die niets anders dan pure verbazing afstraalt. Zijn Amerikaanse collega al feliciteert. De wereldtitel is op 100 meter na binnen voor Erik Heiden. Iedereen kan zich niet meer bedwingen. Mensen komen allemaal van de stoel op. En daar gaat hij door de finish. 14:59-02. Erik Heiden, de nieuwe wereldkampioen. Ook een toptijd. Daar gaat niks vanaf voor Piet Kleine. Maar kijk, daar zijn de complimenten van Leen Frommer voor Bill Lennigan, de Amerikaanse begeleider van het schaatsteam. En hier is het algemeen klassement dat voor wat de toppositie nauwelijks betreft niet meer bedreigd kan worden. Erik Heiden, wereldkampioen voor Jan Egels Toerholt, voor Sten Stensen, voor Martjoek, voor Sten Schemmert en voor Sjöbrand. Hans van Helden teruggezakt naar de zevende plaats. Piet Kleine is achtste, dus tot dusver. Erik Heiden. De 10 kilometer wordt nu hier in beeld gebracht. Bloemen voor Erik Heiden. Het klassement van de 10 kilometer. Sten Stensen. Schitterend eerste. Maar let dan op de derde tijd van Erik Heiden. 14:59-02. Terwijl hij een persoonlijk record van 15:28:58 had staan. Nou moet je toegeven dat Amerikanen maar zelden in de gelegenheid zijn om echt de 10 kilometer te rijden. En zeker ook in wedstrijdverband. Ze komen laat naar Europa om deel te nemen aan het wereldkampioenschap. Ze hebben in eigen land niet zo verschrikkelijk veel competitie. Maar dan toch een zo enorme verbetering van het persoonlijk record. Dat tekent aan de andere kant de vechtlust en de wilskracht van Erik Heiden. Die het prototype van de nieuwe kampioen is. 38:80 op de sprint en 14:59 op de 10 kilometer. Kun je je een betere allrounder voorstellen? Felicitaties van Leen Frommer daar aan de overkant. Natuurlijk, Erik Heiden kan dankbaar zijn ten opzichte van de Nederlanders. Omdat hij tenslotte in Piet Kleine een schitterende maat gevonden heeft op deze 10 kilometer. Zich een koers helemaal heeft kunnen regelen op Kleine en dus op de coaching van Nederlandse kant. Maar je moet het dan toch maar kunnen opbrengen, lichamelijk. Je moet de lucht maar hebben. En de vechtlust om die oneindig lange 10 kilometer op een zodanige manier te bedwingen. Bloemen op het ijs voor Erik Heiden en terecht. Hij krijgt er ook geen genoeg van. Deze Heiden om nog maar eens een ereronde te rijden. En het publiek waardeert zijn prestatie. Daar zit natuurlijk een beetje leedvermaak achter. Dat begrijpen we. Tijdens de race werd het duidelijk. Toen er hier gezegd werd dat Heiden bezig was om zich tussen de noorden te wringen. Om zich Stoerholt zelfs van het lijf te houden. Toen sloeg het publiek als een blad aan een boom om. Vergat het heia Pietje en heia Kleine gezang. En ging zich volledig op Erik Heiden concentreren. Met die steun ook heeft Erik Heiden dit wereldkampioenschap gewonnen.